In dit weekend werken eigenlijk drie krachten op je in. Dat is stilte, heel belangrijk onderdeel van dit programma, schrijven en beweging. We gebruiken een vorm van schrijven die afkomstig is uit Zen-boeddhisme, waarin je eigenlijk alles geeft en leert jezelf niet te corrigeren. En dat is een manier om heel erg eerlijk te worden naar jezelf. Geertje ken ik dus al wat langer en ja, die brengt me eigenlijk in contact met de volheid en met de leegte van het leven en ook in mezelf. En dat, ja, dat vind ik eigenlijk zo ontzettend bijzonder. Jasmijn heb ik later leren kennen, daar ben ik nu ook fan van. En wat ik echt heel mooi vind, is dat ze aan de ene kant elkaar zo prachtig aanvullen, maar ze hebben ook allebei helemaal hun eigen energie. Ja, dat is zo mooi echt. Wat ik heel fijn vind aan het weekend is dat je heel veel tijd hebt om echt bij jezelf naar binnen te gaan. Dus zowel met het schrijven waarin je gewoon precies schrijft wat je denkt en wat je voelt als bij de yoga. Waarbij je echt heel erg voelt wat je met je lichaam aan het doen bent en daar ook zowel de grenzen in opzoekt als dat je echt de zachtheid daarin vindt en de acceptatie van waar je op dat moment bent. En die combinatie vind ik wel heel erg fijn, dat versterkt elkaar ook wel. Ik hoop dat de mensen die naar deze programma's komen aan het einde weggaan met een soort vernieuwde zin in hun schrijven en misschien wel in andere delen van hun leven. Want volgens mij gaat de een niet zonder de ander.